In deze video gaan we kijken naar wat je het beste kunt doen tijdens een crisis, want... Als je kijkt naar de afgelopen twee weken, dan hebben we veel negatief nieuws. En ook veel dagen waarop we flinke verliezen hebben geleden op de beurs. Dus dan kun je je eigen de vraag stellen van, komt er op dit moment dus een crisis aan? En mocht dat dan het geval zijn, wat kunnen we dan het beste doen? Kunnen we het beste gaan wachten op het moment dat de crisis komt en dan investeren? Of gewoon maandelijks bijvoorbeeld geld in gaan leggen? Op dit soort vragen hoop ik in deze video een antwoord te kunnen geven. Want ik heb naar verschillende onderzoeken gekeken. En ook naar verschillende statistieken uit het verleden. In de hoop dat we daar dan weer iets kunnen leren wat we kunnen toepassen... In de toekomst, dus mocht er een nieuwe crisis aankomen, nou al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van PassiefInkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee videos. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik dan hieronder op het abonneer knopje, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar, komt er een nieuwe crisis aan? Is die te verwachten? En zo ja, wat kunnen we dan het beste doen tijdens een crisis? Nou. Het eerste onderwerp daarvan is natuurlijk: verwachten we binnenkort een crisis? Het antwoord daarop is natuurlijk altijd heel erg lastig. Want de ene persoon zal zeggen: ja, ik verwacht hem al heel snel. De andere zegt: nee, het duurt nog wel even. Nou, uiteindelijk weten we het eigenlijk nooit precies wanneer die komt. Maar er zijn natuurlijk wel tekenen die erop wijzen dat het wel weer een keer aan zit te komen. En natuurlijk, als we gaan kijken historisch gezien, kun je zien dat we wel weer een crisis verwachten. Want ja, historisch gezien is het gewoon zo dat je elke 7 tot 10 jaar telkens al een crisis hebt gehad eigenlijk. De meest recente zijn natuurlijk die dagbubbel rond 2000. En de, ja, de bubbel eigenlijk in 2008, met toen de huizenmarkt en zo. Uh, dus dat, waren, dat zat acht jaar tussen, zeg maar. Inmiddels zijn we dus alweer elf jaar verder. En zou je zeggen: van er zit echt wel een crisis aan te komen. Een indicator die veel beleggers gebruiken is de inverted yield curve. En dat is eigenlijk een, een curve tussen twee rentestanden. Aan de ene kant tweejaars rente en aan de andere kant tienjaars rente. En deze curve laat zien de, de verschillen eigenlijk tussen de twee rentestanden. Dus je zou verwachten dat degene voor een lange periode dat, dat vaak een hogere rente is. Dat zie je ook bij hypotheekrentes bijvoorbeeld. Maar wanneer het dus juist andersom is en we krijgen dus een inverted yield curve, dan is dat historisch gezien. De laatste 8 van de 9 keer dat het voorkwam. Komt er kort daarop een crisis. Dus veel mensen vertrouwen erop en zien het als een indicator voor een nieuwe crisis. Maar het is dus natuurlijk dus geen zekerheid. En dan hebben we natuurlijk ook nog telkens de handelsoorlogen. Die zijn dan wel misschien tussen de VS en aan de andere kant China. Maar wat natuurlijk meer speelt in Europa is de Brexit. En die heeft natuurlijk een veel grotere impact op de ja, handel eigenlijk in Europa. Uh, dus dat is wederom iets wat meespeelt. En wat kan bijdragen aan een nieuwe crisis. Er zijn dus verschillende dingen, er zijn wat indicatoren die het aangeven. Je zou het eigenlijk al verwachten en zeker wanneer Brexit over een maand of twee gebeurt, als het wel allemaal goed gaat tenminste, dan zou dat dingen kunnen zijn die samengevoegd misschien zeker wel kunnen vormen of kunnen leiden tot een nieuwe crisis, maar dat is zeker niet per se het geval. Dat is zeker niet een zekerheid. Dus hoewel we al deze informatie dus wel weten en misschien zelf al een inschatting van maken, en misschien schatten we zelfs wel heel erg hoog in dat er een crisis aankomt, blijft natuurlijk altijd nog de vraag: als die komt, wanneer komt die dan? Want is het morgen, is het volgende week, is het volgende maand? En zoiets is dus gewoon erg heel moeilijk in te schatten, heel moeilijk te bepalen, want zelfs in 2008 gebeurde het in één keer plotseling, terwijl je al wist dat hier aan zat te komen, gebeurde het toch nog plotseling. Dus je kunt je vaak dan niet op voorbereiden. Nou, als we dat een beetje in de gaten houden, dan kunnen we de volgende vraag eigenlijk gaan beantwoorden van, nou, als we gaan investeren tijdens een crisis of wanneer er een crisis aan zit te komen, wat kunnen we dan het beste doen? Kunnen we dan dus het beste wachten tot de crisis er is? Als die eenmaal bezig is, nog even wachten tot die echt weer terugkrabbelt, zeg maar. En dan pas beginnen met investeren of gaan we gewoon maandelijks door met investeren? Ook dat is weer een moeilijk onderwerp. Want kijk bijvoorbeeld naar de grafiek van eind 2018. Ook toen had je dus zo'n moment dat de beurs flink inzakte. En aan de ene kant dacht van, ja, dit is het moment waarop de crisis begint. Kijken we echter met 2019 erbij, dan zul je in één keer zien dat de laatste maanden eigenlijk van 2018 eigenlijk maar een dipje is. En dat we al vrij snel weer op terugkwamen en middels verder groeien. Dus ja, ook al zou je op dat moment denken, eind vorig jaar van, ja, dit is het moment. Nou komt de crisis, we gaan flink onderuit. Iets na kerst, begin van het nieuwe jaar, was in één keer heel anders. We hebben positieve dagen en nu staan we hoger dan ooit tevoren. En hoewel we op dat moment dus misschien wel 20% Verloren hebben op de beurs, kun je gaan afvragen van hoe lang wil ik nog wachten? Want zagen we in 2008 dat ongeveer 40 tot 50% verloren. Als we daar weer van uitgaan, hoe lang blijven we dan wachten? Gaan we dan weer wachten tot de beurs 40% onderuit gaat en gaan we dan investeren? Of wachten we tot die 50% onderuit gaat? Maar wat als die dat nou niet haalt? Wat nou als je zegt van. Als de beurs ten opzichte van zijn hoogste punt dit jaar 40% onderuit gaat, dan denk ik dat de crisis voorbij is en begin ik weer. Maar wat als de beurs maar 35% onderuit gaat, dan blijf je voor die laatste 5% altijd wachten. En heb je dus nooit het juiste moment gekozen om te investeren. En dan denk je misschien van ja, ik hoef niet het juiste moment te kiezen. Niet de perfecte dag, als ik maar in de buurt zit. In de week waarop het beter gaat of de week waarop het in één keer minder gaat. Maar ook dat is gewoon heel erg moeilijk om te bepalen. Als we namelijk gaan kijken naar de 20 beste beursdagen. Dan zul je zien als je die had gemist dat je in één keer geen rendement meer over had in de laatste 20 jaar. Dan zag je eigenlijk als je die dagen miste, dus dat je eigenlijk gewoon in de min zou komen staan uh, gedurende de afgelopen 20 jaar. En dan kun je denken van ja, maar ik ga niet voor de beste dagen. Ik ga juist de dagen plannen die het slechtste gaan. Nou, als we daar dan weer kijken naar een andere grafiek, dan zul je zien dat vaak de dagen waarop het het beste gaat heel erg dicht in de buurt zitten van de dagen waarop het, het slechts gaat. Dus mis je de ene dag, de beste dag, mis je vaak ook de slechtste dag. En dat is dus ook omgekeerd. Van kies jij erop om de dagen waarop het slecht gaat tijdens een crisis, terwijl die eraan zit te komen, om daar uit de beurs te stappen, dan mis je dus de slechtste dagen. Maar waarschijnlijk mis je dan ook vrij snel de beste dagen waarop je het meeste rendement kunt maken. En kijk in deze grafiek, dan zie je die punten vaak bij elkaar liggen. De groene zijn de beste dagen, de rode zijn de slechtste dagen. En heel vaak liggen ze dus in de buurt van elkaar. En zeker rond 2008 zie je gewoon dat pieken en dalen elkaar af is en dat alles heel erg compact en dicht bij elkaar zit en daarom zul je ook vaak mensen horen zeggen of uit onderzoeken kunnen opmaken zeg maar dat uh, de tijd die je in de markt zit dat die veel belangrijker is dat het veel belangrijker is dan de markt timen en dan heb je de Engelse dingen natuurlijk van uh, time in the market beats timing the market. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk, zolang je maar voor de lange termijn gaat, dan maakt die dipjes en die slechte dagen niet uit. Want op de lange termijn zul je vaak toch zien dat je positief gaat. En ook dat zie je in veel onderzoeken terug. Zeker als je dus voor langere termijn, uh, vaak voor 20 jaar of langer, dan sta je eigenlijk altijd positief. En ook in het boekje van de Rabobank. Uh, later heb je het nodig, staat zo'n uh, gegeven en zo'n grafiekje. En daarin zie je dat eigenlijk de laatste 30 jaar, geloof ik, als je in ieder geval, maar niet uit welke periode kiest van 13 jaar lang, op het moment dat je 13 jaar lang Ingesloten in de markt zit dat je eigenlijk nooit negatief rendement hebt gemaakt. En hieruit kunnen we dus denk ik al opmaken dat je het beste gewoon kunt blijven investeren of kunt starten met investeren. Misschien zelfs wel, ook als er een crisis aankomt of een crisis bezig is. Want zolang je maar voor de lange termijn gaat, is dat altijd het beste. Er zijn natuurlijk verschillende manieren van investeren. En de tweede vraag is dan ook: oké, okay, investeren is het beste, maar op welke manier? De beste manier is nog steeds gebleken dat dat gewoon in één keer al je geld op de beurs zetten. En zeker dus als je voor lange termijn gaat. En dan maar afwachten, laten staan en telkens bijstort. Alleen dat voelt natuurlijk heel erg onnatuurlijk. Zeker wanneer je van jezelf denkt: van ja, binnen nu en een jaar komt er een crisis. en die gaat zeg maar 40, 50 procent gaat de beurswaarde omlaag. Dus ik verlies 50% zeg maar, van mijn vermogen. Ja, dan wil je natuurlijk niet op dit moment uh, je hele vermogen erin zetten. Ook al statistisch gezien dat dat de beste methode is. Wat dan waarschijnlijk een betere optie is en dan aan te raden is om dollar cost averaging te doen. Ik heb er ook al eerder een video over gemaakt. Ik zal hem hier even plaatsen. Maar kort gezegd komt het erop neer dat je eigenlijk gewoon elke maand een bedrag inlegt. En zeker ook naarmate de koers daalt blijf je dit bedrag inleggen. Dit heeft natuurlijk als gevolg dat stel je koopt op dit moment 500 euro in de maand in en je kunt er een aandeel van 100 euro kopen heb je dus 5 aandelen deze maand gedurende de crisis halveert die koers kost het dus nog maar 50 euro per aandeel maar je legt nog steeds 500 euro in dan kun je in één keer 10 aandelen kopen waardoor dus de gemiddelde prijs die je voor een aandeel hebt betaald ook zal dalen en op de lange termijn dus daalt je kostprijs per aandeel en het komt er dus eigenlijk op neer dat je gewoon meer aandelen krijgt voor hetzelfde geld dat je inlegt en dat is natuurlijk al heel erg positief als je het zo bekijkt en dit zijn dan ook vaak de twee methodes die het beste Kunt toepassen, zeg maar, vanuit onderzoeken bekeken. En er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. En daarvoor pakken we een onderzoek van Schwab erbij. En dat kan Graham Steffen trouwens heel erg mooi zeggen. It's so hard for me to say Charles Schwab, by the way. Charles Schwab. En in dit onderzoek van Schwab werd er dus gekeken naar vijf scenario's. In elk van die gevallen kreeg de persoon 2000 dollar per jaar. En ging het dan op een moment inleggen wanneer die het zelf het beste achtte. Dus je kreeg vijf verschillende strategieën. En dit werd zeg maar voor 20 jaar gedaan. Tot 2012, dat was het eindjaar. Dus in totaal legde iemand in die 20 jaar 40.000 dollar in. Dan gaan we dan kijken naar de uitkomsten van die strategieën. Dan zien we op nummer 1 staan perfect timing met 87.000 dollar. En dat houdt dus in dat degene die dat heeft gedaan, telkens de perfecte momenten is uit te kiezen. Dat is eigenlijk onmogelijk, maar stel het zou lukken, dan zou je telkens op de juiste dag. Je geld inleggen op het meest lage punt. En dus op die manier het beste rendement maken, omdat je de perfecte timing hebt. Dat werd gevolgd door nummer 2, de strategie: de direct investeren. Dus wat we zeiden, gewoon in één keer je hele bedrag investeren. Dan kwam je uit op 81.650 dollar. Kies je niet het beste moment uit, je hebt nog steeds een heel erg goed rendement. Alleen perfect timing had nog 6,5% extra. Maar ja, zoals we zeggen, dat is bijna onmogelijk om dat te telkens perfect te timen, zeker 20 jaar lang. Op de derde plek kwam dan dollar cost averaging. En dat is eigenlijk de methode die waarschijnlijk voor de meeste mensen het meest aantrekkelijke is. Omdat, zoals gezegd, je niet in één keer je hele geld hoeft in te leggen tijdens een crisis of wanneer je een crisis verwacht. Heb je een beetje dat gevoel van: ik ga in één keer de helft van mijn waarde verliezen. Dat kun je hiermee afdekken. Je doet gewoon telkens maandelijks een bedrag inleggen. En dan zie je op deze manier met dollar cost averaging dat je uiteindelijk op 79.510 dollar uitkomt. En dus wanneer je het in één keer zou investeren, het hele bedrag, dan kom je nog 2,6% hoger uit. Maar ik denk dus dat dit voor de meeste mensen de beste keuze is. Omdat het gewoon vaak ook prettiger voelt, zeg maar voor de meeste mensen. Zeker als je wil gaan beginnen. Maar er is natuurlijk ook nog de optie dat in plaats van perfecte timing, je gewoon de meest slechte timing hebt. Dat je op de meest verkeerde momenten telkens 20 jaar lang weet uit te kiezen om op die dag te investeren. En misschien de dag erop wel de beurs onderuit gaat. Nou, zelfs op dat moment, wanneer dat mocht gebeuren, dus 20 jaar lang, kun je nog een vermogen opbouwen naar 72.400 en zeg maar 500 euro. Um, en dan zie je dus dat dit. Wel 9,7% lager is dan dollar cost averaging. Maar dit is eigenlijk het meest slechte scenario, zeg maar. Dus in plaats van dat je alles perfect doet, doe je juist alles verkeerd. En zelfs dan nog heb je best wel een redelijk rendement. En dat zien we dan ook in het laatste ding van dit onderzoek, de vijfde scenario. En dat scenario doe je juist dat je telkens je geld in cash laat. Omdat je denkt: van dit is nog niet het juiste moment. Ik ga nog niet de beurs in. Ik verwacht nog meer. Crisis, uh, noem het allemaal maar op. Dus je houdt eigenlijk heel veel geld telkens buiten de beurs. En als je dat doet, zeker lange tijd. Dan zul je zien dat uh, je eigenlijk je cashpositie maar groeit tot iets boven de 51.000 dollar. En dat is dus zelfs nog bijna 42% minder dan wanneer je de slechtste timing zou kunnen doen. Dus dit geeft al aan dat zelfs al zou je de meest slechte momenten kiezen, dat het nog altijd een stukje beter is dan je geld buiten de beurs laten. En zo zien we dus al dat we eigenlijk het beste dus geld kunnen investeren in de beurs in plaats van het erbuiten laten staan. Maar misschien denk je nog van ja, ik ben slimmer dan de beurs. Ik kies gewoon de momenten waarop het goed gaat. Dan laat ik mijn geld in de beurs staan en wanneer het verwacht dat het slecht gaat, weet ik toch wel goed in te schatten eigenlijk en haal ik mijn geld uit de beurs. Dan komen we bij een belangrijk ander punt en dat is dat je juist de kosten wil beperken wanneer je dit allemaal gaat doen. Want gaan we weer naar een ander onderzoek kijken en dan hierin werd gekeken naar 66.000 huishoudens in Amerika tussen uh, 91 en 1996. En hierin zagen we dat huishoudens die regelmatig dus aandelen kochten en verkochten... Uiteindelijk in die vijf jaar een gemiddeld rendement hadden van 11,4%. En dat is dus echt een prima rendement. Maar het valt in het niet eigenlijk wanneer je gaat kijken bij mensen die het gewoon gedurende vijf jaar lieten staan. Want eigenlijk de markt liet hem die jaren zien in die vijf jaar een gemiddeld rendement van 17,9%. En dan zie je dus eigenlijk dat de markt gewoon meer dan 6% beter doet dan diegene, dus een um, beter rendement maakt dan diegene die telkens zijn geld erin. Stoppen en weer eruit halen. En dat heeft natuurlijk te maken met de kosten die je maakt van al, elke transactie die je doet. Want elke transactie die je maakt neemt kosten met zich mee. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk minder rendement maakt gedurende het jaar. En wat we dan eigenlijk uit al deze dingen kunnen afleiden is dat we eigenlijk het beste passief kunnen beleggen. Dat wil dus zeggen gewoon via indexfondsen, ETF's, gewoon een hele markt pakken. Elke maand hetzelfde erin stoppen. Ook al is het nog een crisis of gaat het heel erg goed. En eigenlijk is het dus heel erg saai. Want. Het maakt, je gaat niet kijken naar hoe het gaat op de beurs. Je doet gewoon elke maand jezelfde bedrag investeren en klaar. Het is heel erg saai. Maar je ziet gewoon in al deze onderzoeken terugkomen dat dit gewoon het meeste rendement maakt. En dan kom ik bij het laatste onderwerp van deze video. Is en hoe ga ik nou investeren de komende maand? Of misschien het komende jaar. Zolang er een crisis aandrijft te komen, waarschijnlijk. Want dat denk ik wel. Maar ja, wanneer, dat weet ik dus niet. Dus hoe ga ik het op. De korte termijn, zeg maar, aanpakken. Nou, zoals gezegd, ik ga dus dat saaie beleg eigenlijk volgen, dat passief beleg en ik volg gewoon het schema, zeg maar, wat ik al maanden volg of jaren volg. En dat is de laatste tijd in ieder geval 300 euro. Uh, via Bink Forward investeren. link daarvan zou ik trouwens onder deze video plaatsen. Trouwens van alle brokers. Uh, dat is gewoon elke maand gaat het standaard. Zij besteden die 300 euro volgens hun verdeling. Dus er zitten aandelen, obligaties, vastgoed zit erin. Dat wordt gedaan voor mij. Vervolgens doe ik ook nog elke maand 100 euro uh, via de Giro. En daar doe ik dan uh, aandelen van kopen. Of indexfondsen of dat soort dingen. Waarschijnlijk doe ik ook nog via FedEx. Hetzelfde eigenlijk. Uh, ook zeg maar 100 euro in de maand. En ook blijf ik gewoon elk kwartaal 500 euro extra af. Op mijn hypotheek, want dat is ook weer iets voor de lange termijn. Uh, ik zal hier trouwens een link plaatsen naar die video. Op de lange termijn zorgt dat gewoon dat je sneller klaar bent met je aflossing, maar op de korte termijn zorgt ervoor dat je elke maand een paar euro minder aan hypotheeklasten hebt, dus je vaste lasten gaan ook al direct omlaag. Je hebt misschien niet hetzelfde rendement als op de beurs. Maar het is gewoon een meer zekerheidje. En iets fijner voor op de korte termijn. Maar dan heb ik natuurlijk met dit kanaal ook nog extra inkomen verdiend. Passief inkomen hieruit gehaald. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Vorige maand heb ik zeg maar 1250 euro extra verdiend. Aan de ene kant mijn salaris. Aan de andere kant dus dit kanaal. En ook dat wil ik gaan investeren. Hier wil ik in ieder geval het dollar cost averaging principe eigenlijk blijven aanhouden. Dus ook naarmate de beurs omlaag gaat gewoon blijven kopen. En ik hou een positie, een kleine positie. Misschien een vijfde of zo zeg maar 20%. Dus... Cash aan. Aan de ene kant wil ik dit um, doen omdat ik wat meer spaargeld wil hebben. Um, misschien juist om voor specifieke bedrijven te te profiteren of wanneer de beurs echt komt, op dat moment is dus een groter bedrag in te kunnen leggen. Dus dat je uiteindelijk op lange termijn nog meer rendement maakt. Maar in ieder geval, het is altijd verstandig om wat cash aan te houden voor specifieke gevallen. Maar meer daarover krijg ik ook in de video van aanstaande woensdag. Want dan ga ik kijken hoe ik 2500 euro eenmalig of per maand zou investeren. Dit is dan de derde video uit de serie. We zijn begonnen met 100 euro. Per maand, zeg maar. Vervolgens 1000 euro per maand. En nu, dus, de derde video: 2500 euro in de maand. En hierin komen ook verschillende tactieken terug die ik zou toepassen. Dus, dat is zeker aan te raden voor aanstaande woensdag, dus, die video. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je wat uh, interessante informatie hebt kunnen geven. Dat je misschien wat na gaat denken over hoe jij het aan gaat pakken. Verwacht je een crisis? En zo ja. Hoe wil jij het dan aan gaan pakken? Zoals gezegd, alle informatie en links trouwens, vind je onder deze video. Dus niet alleen naar die onderzoeken, maar ook naar die brokers die je van je gebruik kunt maken. Dus bijvoorbeeld. Nou, vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder de video weten wat je goed vond of minder goed vond. Onder de video kun je natuurlijk ook je vragen of opmerkingen achterlaten. Dus mocht je nog vragen hebben, opmerkingen over deze video, noem het allemaal maar op. Dat kun je onder deze video's achterlaten. Dan vind je trouwens ook een link naar onze Discord-chat waar we met... Meer dan 275 mensen geloof ik over dit soort onderwerpen praten. En mocht je nog geen lid zijn van het kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik dus elke week twee video's over dit soort onderwerpen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus wil je daar meer video's over zien, abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het bel-icoontje, dan krijg je in ieder geval een notificatie bij elke video die ik upload. En mis je er dus nooit meer een. En dan zie ik je graag terug in de volgende video.